Hallo mensen van Mind FIFA Gaming. Welkom bij een Spanje Nederland. Ik ga even kijken hoeveel het gaat worden. Ik hoop dat Nederland vanavond wint. Het is vandaag vrijdag. Ik dacht laat ik maar even een videootje opnemen. Dit is de opstelling van Spanje. Ik denk niet de echte, maar dan nog. Ik heb bij ons is niet iedereen, want dat is bij FIFA 14 nog niet. Dat is Congolo er en zo nog niet. Kijk maar. We hebben Strootman er bijvoorbeeld nog in staan. Verder is alles volgens mij hetzelfde. En dan de keeper natuurlijk. En zo spelen we. Snijden moeten we eigenlijk met de Guzman nog veranderen. En Guzman weer op Strootman. En voorin Van Persie en Robben natuurlijk. En ik hoop dat we vanavond dus winnen. Dat wil ik zeggen. Nu hoop ik dat we ook dus winnen. En ik weet niet of mijn microfoon ietsjes achterloopt. Het zou vast wel kunnen. En het is ook weer de eerste wedstrijd in een 2 weken of zo voor FIFA. Nee, in 1 week. Ik heb het een weekje even niet gespeeld. En natuurlijk is Nigel de Jong er ook nog niet. Die zat er niet bij. Dus ja. Daar hoort eigenlijk in plaats van Strootman. Oh. En ik denk dat het 1-2 voor Nederland wordt. In het echt natuurlijk. Ik hoop het ook. Ik hoop dat het goede kwaliteit is. Ik weet niet of dat plaatje onderin irritant is. Maar er zit alleen dat kleine minimapje. Dus ja. Kom op. Zo. Goed zo voor Persie. En nu. Ah. En Nederland speelt in 5-3-2 formatie. Van Gaal heeft dat van Ronald Koeman. Want Feyenoord speelde eerst heel slecht. En toen deed hij 5-3-2. En ja. Oh, kut. Toen won Feyenoord gewoon met goede getallen. En het Nederlands elftal was ook niet goed. En toen deed hij 5-3-2 formatie. En toen wonnen we. Maar niet met veel getallen of zo. Maar we wonnen wel. Dus dat is alleen maar mooi. Het gaat ook om het winnen. Maar ook denk ik wel een beetje nu met het WK. Hoeveel je scoort. Want bijvoorbeeld Spanje moet niet evenveel. Ja, als we maar eerste of tweede worden bij de pool. Als we maar even lekker doorgaan. En Daryl Janmaat, ja, is best wel een goede speler. Ook al ben ik voor Feyenoord, ook al is het Feyenoord verdedigen, het is wel zo. Net zoals Daley Blind van Ajax, ik geef toe. Ik wil echt niemand anders op links achter zetten. Hij is gewoon daar goed in. En hoe schiet hij nou? Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Nou, het slaat nergens op. En laat even in de comments achter of dat plaatje irritant is. Ik doe het bij elke wedstrijd. Ga ik op die dag opnemen. Of ga straks opnemen, maar dat weet ik niet zeker. En dan zet ik alles online. Op die dag. En ja, wat wou ik nog meer zeggen? Ik denk dat vanavond die 2-1, eerst 1-0 voor Spanje. Ik weet niet door wie, dat maakt me ook geen ene reet uit. Maar ik denk door van Nederlands elftal, Van Persie en Nigel de Jong. Denk ik wel. Maar dat denk ik dan. Dus ja, we moeten sowieso van Chili en Australië winnen. En ook van Spanje natuurlijk. Dat zou het nog het mooiste zijn. Oh, lekker Stekenburg. Kom op. Maar de verdediging is eigenlijk een beetje zwak. Maar sinds dat we 5-3-2 doen, dan is het wel weer heel sterk. En hier is lekker Rob aan de bal. Die gaat even lekker diep geven op Strootman. Oh. Wel jammer dat Strootman er niet bij kan zijn. Verdomme. Ik ga onderhand die spelkop van Brazil of zo. Of dat ga ik vanavond kopen, kijken wel. Of mijn moeder wil kopen. Gisteren natuurlijk Brazilië-Kroatië gekeken.
Ik wil proberen elke wedstrijd te kijken. Maar sommige zijn om 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts. Dus dat is wel kut. En als je dan naar school moet, dan is het wel kutje. Maar behalve als het niet dan zelf dan om 2 uur 's nachts, maar dat is niet zo. Dus vanavond om 9 uur is volgens mij de wedstrijd. Ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Ik ben voor Nederland en ik denk dat Nederland ook gaat winnen. Alleen Spanje maakt wel een grote kans. Alleen Spanje zijn heel veel oudjes. En het meeste van Spanje zijn Barcelona spelers. Oh, ja, rebound, nee! En daarmee, wat zei ik, van Spanje zijn de meeste Barcelona spelers. Ze waren een paar keer zonder Messi en ze verloren wedstrijden. Dus nu zijn ze zonder Messi. Dus ja, we zien wel. Kom op, weg, weg, weg. Nee, 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 nee. Nee. Oh, nu zit die plaatje wel in de weg, zie ik op de opname. David Villa. Kut. We moeten winnen. Hup. Nou, we gaan door. Nee, jongen. Kom op, ja. Door. En robben. Ja, kom op. Nee, dat kan, dat is slecht. Dus goed zo. Komt die verdediger tegen? De Guzman. Het is Robben. Stoutman, geef er goed voor. Goed, goed, goed voor. Ik zei goed voor, niet slecht. En die voorzet is voor de verdediger. Jesus Navas. Wat zin, dek jij die andere? Hopelijk. Ja, kom op. Ja, ja. Daley Blind is zo goed, hè. Net zoals vader Danny Blind. Allebei goede voetballers. Ja, Danny Blind was een goede voetballer. Zou vast wel heus wel nu wel nog wat in hem zitten. Alleen zijn conditie natuurlijk kut. Diep. Ja, kom op Rob. Rennen, 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 rennen. Terug. Af, kom. Ja! 1-1. Robben. Yes. Weet je wat ik ga doen? Wat het hier wordt, wordt ook in het echt. Dus als we verliezen, denk ik dat we verliezen. Nee, dan denk ik nog steeds dat we winnen. Maar wat de uitslag, als we winnen, dan wordt het altijd een uitslag. Zodat ik zo hard schreeuwde. Maar ik heb nog niet zo'n animatie van goal. Golazo. Die moet ik nog even maken. Die had ik, maar die is kwijt. Dus dat is kut. Maar niks tegen Ajax-keepers, maar die maken heel veel foutjes. Daarom wil ik liever niet Sillissen, maar beter voor hem. Sillissen is echt een goede keeper, alleen te jong vind ik zelf. En ja, ik wil gewoon Stekelenburg of zo. Het is niet zo spannend, wij hebben 3 schoten, hun 4, hun 2 op doel en wij 1. Dan waar ze meestal bal bezit. Ah, een beetje normaal. Nou, keurig schoten, kijk dat dan. Paas is ook slecht. We gaan even. Even deze met deze wisselen. Guzman is moe. Die gaan we wisselen met Jordi Klaasie. En dus wat ik ga die spel kopen, dan ga ik het helemaal spelen. Laat ik jullie zien. De coach probeert met wat vers bloed zo het spel te verbeteren. Kut, wat doe ik nou? Moet weer even inkomen bij FIFA. Daarom wil ik dat andere spel kopen. Dan is dat wat beter. Dan weet je ook. Dan heb je ook iedereen. Dan heb ik N'Golo bij dit team. En dat is dan veel beter. Dan kan je de echte formatie. Met Nigel de Jong en zo. Dat is veel beter. Dan kan je echt uitslag bepalen.
Zoals spelers scoren die niet spelen, of een steekbal geven, of goed verdedigen, dan kan dat niet zo zijn. Nee, nee. Kut. Ja, en nu? En die actie wordt beloond met balbezit. Kom op, Kaas toe. Nee! Oh. Uiteindelijk Jordy Klaas hield hem tegen. En wat Jordy Klaas ook eens een keer ergens zei op video met Johnny de Mol volgens mij. Wie zijn voorbeeld is. En dat is Xavi van het Spanjaard van Spanje. En ze gaat Robben zijn tweede doelpunt maken. Zeker net zoals het WK 2010. Precies! Maar ze stond het 0-0. Goed verdedigd. David Silva voor Sergio Busquets. In de hoop op voorsprong te komen. Er is niemand om de hoekschop in het doel te werken. Ja, Verpersen moet daar koppen. Oh, bij iemand is geblesseerd. En bij Brazilië, Kroatië hoort eigenlijk Neymar wel rood te krijgen. Want met die elleboog en zo. Wat was er? Die gaat eruit. Arbeloa voor Azpilicueta. Nog wat. Ga ervoor staan. Laat gaan. Oh, zo. En we gooien hem daarin. Ik wou hem naar mijn eigen teamgenoot. Maar ja. En check de link in de beschrijving. Of bij mijn andere. Kijk mijn andere video's. Minecraft Survival. Oh, jezus. Bij Minecraft Survival wou ik zeggen. En check ook mijn website. www.minefifagaming.123website.nl. En check mijn Twitter. @minefifagaming. En ik hoop dat het in de beschrijving staat. Anders staat er bij Minecraft Survival altijd in de beschrijving. Nou, Twitter staat rechtsbovenin, dus die kan je niet vergeten. En de website zou ik misschien... hoe heet dat? In de beschrijving zetten. En als je nog niet weet wie ik ben, kijk mijn introducing video op mijn kanaal. Staat wat ik doe en zo. Alleen staat niet wat mijn hobby's zijn en dat voetballen, vissen en gamen natuurlijk. Kut! Waarom? Xavi! Nee! Goed, zo goed. Kom op, Vlaartje. Vlaartje is voor jou. Vlaartje is voor jou, zei ik. Vlaartje voor jou! En mijn microfoon is kut. Want hij loopt een beetje achter. Maar ja, ik wil hem toch uploaden. Daarom zeg ik telkens dingen wat later. Snijder ontdoet zich knap voor zijn man dekker. Ja, en nu. Ja! Golasso! Snijder! Ja, ja. Dat is een Wesley'tje. 2-1. Nederland. Kom op. Tegenhouden. Door. Hup. Ah, waarom stop ik met rennen? De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Messi. Voor jou Van Persie. Van Persie, rustig. Tik daar. Nee, terug. Hier kunnen we niets. Nee, jammer. Kom op, Vlaartje. Pak hem. Juist hem. Dat doe ik toch?
kom op. Robben, jongen, wat doe je allemaal? David Villa eruit voor Pedro. En hoe heet dat? Ik probeer het ook te scoren. Alleen het staat toch echt 2-1. Dus misschien wordt het ook echt wel. Dus misschien wel 3-1. Ik weet niet of het gaat lukken. Het lukt echt niet. Maar ik denk dat we vanavond meer op de counter gaan en zo. Denk ik wel. Robben gaat hem niet nemen. We laten Klaasje nemen, want hij is klein. Oei. Van Persie. Dus geef alvast een duimpje omhoog, want dat wil ik heel graag. En ook dat jullie abonneren. We gaan even iemand wisselen. We gaan Huntelaar voor Van Persie en Robben schaken. Zo. En ik hou zelf op een papiertje. Nou, papiertje op zo'n boek. Moet je plaatjes plakken, maar dat doe ik niet echt. Er kwam een paar plaatjes in, maar dat doe ik niet echt aan. Maar ik schrijf wel alle uitslagen ga ik erop zetten. Ik heb van Brazilië dingen er al op staan. En Brazilië-Kroatië doe ik. Dus. En waarschijnlijk was ook dat Robben in de, tegen Spanje. Drie man tegen zich gekregen, omdat ze denken Robben is heel goed en dan laat ze Van Persie een beetje los en dat is juist goed. Die dan geeft de middenvelders even goede steekpaas op Van Persie en dan kunnen we ervoor gaan als die langs de verdediger komt. Nee, ik durf nog niet aan. Kut, verkeerd knopje. Nee. Ik klikte op het verkeerde knopje. En hij deed het ook niet. Kut. Kom op. Nou, wel goed zo klaar. Oei. Godverdomme. Hij geeft zelf al aan dat de schot niet erg geslaagd was. Ik denk dat het te maken heeft met de zenuw hoor, want die was echt een grote kans. Welk team heeft het vaakst geschoten? Ah, jammer. Nou, de uitslag was 1-2 voor Nederland. Ik hoop dat het vanavond natuurlijk ook wordt. De trainer kan daar tevreden over zijn. Ja, wat moeten we verder zeggen? Bedankt voor het kijken. Vergeet niet op dat duimpje omhoog te klikken en te abonneren en naar mijn andere video's kijken. En ik zou zeggen later.